ProWise uit Budel maakt dit soort systemen voor het onderwijs en die gaan de hele wereld over. Nou, dat ging goed toch? Deze schermen die gaan en naar klanten in Nederland, maar ook veelal naar klanten naar onze partners in het buitenland. En daar kun je denken aan Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Zwitserland, Engeland, de UK. We gaan eens even kijken wat jullie hebben gestemd. Heel veel B, een klein beetje AFC. Ik vond het altijd leuk als mijn leerkracht een kubus moest steken op het bord, want dat kostte altijd veel tijd. En nu wordt dat uit de bibliotheek gepakt, dus het gaat heel snel. En dan wil ik een van de zijdes wil ik gaan meten. Nou, vroeger werd de lineaal gebruikt voor het tekenen van een rechte lijn. En nu wordt het merendeel gebruikt om bijvoorbeeld ook dingen te meten. Benieuwd welke jij gevonden had. En we hebben software ontwikkeld die eenvoudig is, die dus door iedereen makkelijk bediend kan worden. We hebben dat gedaan door tools in het softwarepakket te stoppen. Dus dat zij direct met dat wat zij op dit moment moeten leren, dat kunnen ze tevoorschijn halen uit de gereedschapbak eigenlijk. En dat gebruiken zij om te oefenen. Ja, maar wat leren zij nu met deze les? Ze leren nu vormen herkennen, vormen op de juiste plek neerleggen en het samenwerken, dus het overleggen met elkaar. Dit kan niet kapot, okay, kijk eens aan. Zeker het bord niet, maar ook het skelet niet. Dus probeer het maar. Ik wil hem al gelijk zo doen natuurlijk. Ja. Ah, kijk, daar gaat hij. En dat kan. Ja, en ik draai je zo om. Oh ja. Kijk, zo heb je een skelet nog nooit gezien, hè? Nee, precies. We kunnen hem ook iets verder, dus ja, maak hem maar eens kleiner. Oh ja, ik zit dan al een beetje te hannissen. Het moet hier natuurlijk naar beneden, ja. Juist. Ik stuur dit scherm naar jullie toe en dan leren jullie, zoals je onder hebben afgesproken, de zinnen en de woorden juist te kleuren. We werken online, is bord onafhankelijk. Houdt in hetzelfde als dat je in je Hotmail en je Gmail je mail kunt checken. Zo makkelijk kun je nu ook de software gebruiken. Okay. Overal waar je maar wil, als je een internetverbinding hebt. Ja. En dit kun je natuurlijk ook toepassen met allerlei verschillende onderwijsmethodes die je al hebt, denk ik. Ja, precies. Het zijn de onderwijsmethoden zegt natuurlijk van nou, zo gaat het. En de tools zijn dan te combineren om het te verduidelijken. Ja.